Zonnige periode bij zo'n 18 graden. En dit weekend wordt het weer minder. Gelukkig. Nou, ja, een beetje vertrouwd toch, die regen. Oh, je denkt, we zijn zo gewend aan die afsluiting. Ja. Nee, mag voor mij best wel een weekje of twee nou gewoon lekker weer worden. Ja. Maar ik heb me erbij neergelegd dat we gewoon naadloos naar de herfst gaan en naar de winter nu. Hè? We zitten er midden in. We hebben in april twee leuke weekjes. Ja, volgend jaar weer. Ja. Ja, fijn vooruitzicht. Dankjewel, BJ. Graag gedaan. Helene de Geest. Ja, het is nog hartstikke druk op de weg. Er is echt van alles aan de hand. Dus als je bijvoorbeeld naar Ajax wil en je komt uit Den Haag, dan moet je met veel vertraging rekening houden. Nou, ik denk dat er uit Den Haag niet heel veel mensen dat denk ik ook niet. Snel Hagenezen. Met hun groene FC Den Haag vlaggetjes. Ik ken ze wel, hoor. Ik denk dat ze in ieder geval niet voor het voetbal komen, laat ik het zo zeggen. Nou, maar uit de buurt van Den Haag. Nee, want John Bakker is ook echt een Ajax. Ja, oké, je hebt altijd uitzonderingen. Ja, gaat John naar het voetbal vanavond, denk je? Nee, we hebben vergadering hier, dus hij kan niet. Een vergadering! Ja. En waar gaan jullie het over hebben zometeen? Ja, over alles. Maar dit is toch heel duidelijk wat jullie doen? Waar moet je het over hebben dan? Ja, af en toe moet je gewoon even elkaar bijpraten. Dan moet je zelf altijd in de spiegel blijven aankijken, zeg ik altijd maar. Ja, nou, dat gaan wij vanavond doen. We zijn nu aan het eten met z'n allen, behalve ik dan. Oh, dan ben ik zo benieuwd of ik morgen verschil, hoor. Hoezo? Maar is het echt om de neuzen even dezelfde kant op te krijgen? Ja, daar gaat het. En lopen dit soort vergaderingen wel eens uit de hand daar bij de ANWB? Nou, dus eigenlijk de eerste echte vergadering. Laat ik het zo zeggen, is er wel eens een collega die heeft gezegd dat hij de hele tijd tegen jouw stomme rotkop aan moet kijken? Nee, nog niet. Nee, dat zijn ook uitzonderingen. Dat zeggen ze bij ons niet, nee. Nou, hier is zojuist gewoon gebeurd, hoor. Ja, nou, misschien is het bij jullie ook tijd voor een vergadering dan. Om de neusjes even dezelfde kant op te krijgen. Hey, sorry, we storen je in de verkeersinformatie die wel degelijk belangrijk is. Ja, die is zeker belangrijk. Want er staat richting Amsterdam een lange file op de A4 vanuit Den Haag. Dus tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer.